winnaars van de sportverkiezingen in Zoeterwoude zijn bekend. Onder grote belangstelling werden in De Meester de prijzen uitgereikt aan de sportman, sportvrouw, sportploeg, sportvereniging, trainer, sportvrijwilliger en talenten van 2017. In het programma was ook tijd ingeruimd voor Roland Nuis. Hij is de vader van de Zoeterwoudse topschaatser Kjeld Nuis. Ook de Zoeterwoudse politieke partijen waren aanwezig. Ze kregen de kans om de aanwezigen te vertellen over hun visie op sport. Ja, sport leeft enorm. We zijn natuurlijk op zich een klein dorp. 8400 inwoners, dat is relatief klein. Kleinste gemeente van Zuid-Holland zelfs. Maar het sportleven, ja, dat floreert. We hebben een groot aantal verenigingen. Heel veel vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. Het is altijd leuk om genomineerd te worden. En voorgaande jaren, ik ben er maar één keer eerder ook bij geweest eigenlijk. Dus het is wel leuk om het ook echt bij te kunnen wonen. Wat vinden jullie het allerleukste van turnen? De sprong. Want daar kan je lekker hard rennen. En ja, het is gewoon leuk. En jij? De vloer, want daar kan je heel veel leuke bewegingen doen. Ik kwam om aan te moedigen. En met de hoop dat mijn pupil Gert-Jan van Doorn sportman van het jaar zou worden van Zoeterwoude. En dat is hij geworden. Maar omdat hij in de Verenigde Staten is, ook eigenlijk vanwege het roeien, kon hij hier niet zijn. Ja, voelt best wel goed eigenlijk. Ik vond het ook vooral mooi te zien dat er allemaal vrouwen op het podium stonden. Dus dat is een goed teken, denk ik. Een licht piekje bij elke ijsperiode. Dus dat is toch wel lekker om alle activiteiten weer te kunnen financieren. En wat was je vraag verder? Ja, Kjeld woont niet meer in Zoeterwoude. Hij is 3 keer gekozen tot sportman van het jaar. Daarvoor 1 keer tot talent van het jaar. Hij is verhuisd naar Emmen. En zijn ouders wonen hier nog. We hebben daar nog regelmatig contact mee. Dus we hadden gevraagd aan de vader van Kjeld, Roland, van joh, vertel nou eens aan de mensen in de zaal van De Meester wat de prestaties van jullie zoon inhoudt voor ouders. Want die staan, denk ik, ook vol onder de spanning. Nou, dat vertelde Roland Nuis ook wel. Want alle inwoners van Zoeterwoude zitten wel voor de buis. En die krijgen het er warm van. Maar pa en moe zitten in 10.30. En een halve misslag, een kwart misslag, kan dus betekenen dat je niet naar de Olympische Spelen gaat. Ik ben nu 5 maanden geleden geblesseerd geraakt. Ik heb mijn voorste kruisband afgescheurd en een operatie daarin gehad. En ik ben nu aan het revalideren. Dus vandaar wel dat ik nu bij de sportverkiezingen kon zijn. Nou, wat ik wil is eigenlijk zoveel mogelijk snowboarden. Dus zoveel mogelijk reizen en hopelijk wel in de top 3 eindigen bij wereldbekerwedstrijden. En dan over 4 jaar weer een Olympische Spelen. En wat vonden jullie van dat jullie nu met z'n tweeën hebben gewonnen? Want eigenlijk zijn jullie dus allebei de beste. Ik vind het best wel leuk. Ik vond het wel grappig. Wij zijn de jazzdans ploeg. In de B tot en met 19 hebben wij gedanst afgelopen jaar. En we zijn 2e geworden op het NK. En dit jaar komen we uit in de A, gepromoveerd. Dus hartstikke trots op de meiden. Ja, zomers, dan wordt er gewoon 2 keer per dag getraind. 7 dagen lang. En 's winters is het, omdat hij dan naar school moet, is het 8 keer. Maar nu in de Verenigde Staten is het weer 2 of soms 3 keer per dag trainen. Het is een ongelofelijke inzet. Ik vind de waardering vanuit het dorp ontzettend mooi. En uiteindelijk hoop ik in de A ooit nog een keer echt op het podium te gaan staan. Dat zou heel erg gaaf zijn. Wat vind je van deze avond? Ja, gezellig. Goed samen zijn voor een dorp als Zoeterwoude dat de sport in de spotlight staat. En wat gaan jullie nou dit jaar nog heel veel prijzen winnen zodat je volgend jaar weer hier staat? Ik hoop het. Ja. Ik hoop het en ik vind, ja. We gaan erg hard ons best doen, denk ik wel. Ja.